Goedemorgen, u kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza.nl Op veel plaatsen in Nederland schijnt de zon volop vanochtend. In het noorden liggen wel wat wolkenvelden boven zee klaar waarmee later van de wallen te maken kunnen krijgen. En ook vanmiddag kunnen er in de zuidelijke helft van het land een aantal stapelwolken gaan ontstaan. De temperaturen wat aan de hoge kant voor de tijd van het jaar. Normaal 19 of 20 graden, maar vanmiddag komen we lokaal op de zomerse waarde van 25 graden uit. Daarbij waait een zwakke of matige wind uit het noordoosten, die later vanmiddag aan zee, van zee kan gaan waaien en voor een aantal graden verkoeling brengt. Vanavond is het dan nog lang warm met temperaturen rond een graad of 20 en is het tamelijk helder, met alleen in het zuiden nog een aantal overblijfselen van de stapelwolken van vanmiddag. Maar morgen dan gaat de temperatuur echt omhoog. Op veel plaatsen wordt het zomers warm, 25 graden of meer. Op de warmste plekken in Brabant en Limburg wordt het dan 28 of 29 graden. Maar kan er aan het eind van de middag of in het begin van de avond een enkele regen- of onweersbui voorkomen. Zaterdag komt de koelere lucht binnen. In het oosten van het land wordt het dan nog 24 graden. Met in de ochtend en de loop van de middag kans op een enkele regen- of onweersbui. Zondag is het dan op de meeste plaatsen droog. Misschien een enkel buitje met dan temperatuur rond een graad of 20. En op de tweede pinkste dag neemt de kans op regen weer toe. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl.